Hoi mensen, tof deze video. Mijn naam is Wesley van Westboor 1999. Met vandaag de IA Sports FC25 Spelen Mode En we gaan met onszelf beginnen bij NAC. Dit zijn we. we starten onze carrière dus bij NAC. Vanuit hier hopen we natuurlijk de stappen te maken naar de top. Sowieso eerst in Nederland en dan naar het buitenland. En we gaan zien of ook dat daadwerkelijk gaat gebeuren. We gaan de schappelijke wedstrijden spelen met NAC. We gaan ook onze eerste wedstrijden spelen in de Eredivisie. De er woorden gewisseld. We zijn rug nummer 10. We zijn middenvelder. Een soort snijderachtig. Uh, dit keer geen spits, maar gewoon een, een aanvallende middenvelder. De eerste aanval zie je wel weer voor de tegenpartij. Kijken of we dat kunnen voorkomen. Even kijken. Ja, dat komt geen doelpunt uit. Weer een kans voor de tegenpartij. Nu moet uh, die paas onderschept worden. Volgens nog hoor dat niet. Tegraval nu voor NAC. De laatste 10 minuten. Al 0-0 hier tussen NAC en de Spaanse club. Fokker. Staring. Fernandez. Fernandez. Staring. Niet, komt niet aan bij uh, Fokker. Die benut ook te gaan weer aanvallen voor de tegenpartij. Munos. Kansenvoorzitter nu weer van Nak. Tweede aan de Kuipers. Kuipers. Op de flank nu. Wel terug. Jensen. Fokker. Staring. Maar onderschept. Hoeksop voor Nak. 83ste minuut. Voorzet. En de kopbal gaat naast. Nu weer een kans voor de tegenpartij. Dat, 0 -0. Dat is nog steeds 0-0. Dus lang 0-0 nog. Maar er kan hier zomaar verandering in komen. Dan kan die 1-0 vallen en die valt niet. Maar dan komt er weer een kans aan voor Nak. Hier met Fernandes. Fernandes. Fernandez geeft de bal voor. Fokker schiet en Die gaat ook naast. En dan komt er een strafschop voor FC Cartangay. Geen idee in ieder geval. Wordt het troost. Of toch Andy? Het is Andy. Dus uh, we gaan verliezen. We hebben verloren. In de laatste minuten met een strafschop. Hoe verzin je het? Maar uh, ja, we hebben dus verloren deze wedstrijd. En we hopen. Ja, nog geen doel wordt gemaakt. We moeten trouwens wel onze kenmerken selecteren. Dat gaat ons algemeen ook omhoog. We zijn 74 algemeen. Maar. Um, we hopen dat we wel gaan scoren in de volgende wedstrijd. Die gaan we ook krijgen tegen uh, Malaga. Dat is wel een Spaanse club. Dat weet ik wel. Malaga die volgens mij in de tweede divisie van Spanje speelt. Dus niet, de, dus niet de Liga Santander, maar eentje daaronder. En wij gaan nu in de 62e minuut invallen om te kijken of wij deze wedstrijd naar ons toe kunnen trekken. En ook een doelpunt kunnen maken in ieder geval. Belangrijk kunnen zijn. De man die, waarschijnlijk, die wij waarschijnlijk vast gaan vervangen bij NAC. Want die zou er niet blij mee zijn. Jan Sak. Avond nu voor NAC Breda. Nee, niet voor NAC. Sorry, voor Malaga. 67e minuut. Onderschept. Aanval nu weer voor Nak. 72ste minuut. Jensen, Fokker. Goeie paas. Belaard. Komt daar niet langs. En naar harde tackle wordt doorgespeeld. Want Nak behoudt, bal balbezit. En hier raken we de bal in kwijt. Minuut 77. Meer aanval voor Nak. Hier Fokker met de paas richting Starwing. En dan bal uiteindelijk onderschept. aanval nu voor Malaga. Lobote. Kevin. bal nu weghalen. Nak moet gaan verdedigen. Volgens nog niet. Nu wel. Nu zien we de uitbraak en de counter. Fokker, het wordt niet bereikt. Wordt niet bereikt. 84 e minuut nu. Weer een strafschop. Troost tegenover Lobote. En het is weer een tegenstander die scoort. Nu een avond weer voor Nakken. De 87ste minuut. Weer de 1-0 achterstand. Door een strafschop. Staring. Kuipers. raakt maakt de bal kwijt. En dan eh, komt er weer nog een kans voor Malagaan. In de 88ste minuut. De bal komt goed voor. En die bal gaat dan nog naast. En dan krijgen wij nog een strafschop. Nou, in de 89ste minuut mogen wij hem maken. Fokker achter de bal. En hoger de touwen. 1-1. De maken Ons eerste doelpunt in het shut. Van Dak. Maar er komt nog een kans voor de Malagaan. In de 89ste minuut. We mogen ons eerst doelen maken, maar hebben we dan ook hiermee de club gered met één punt? Het lijkt er niet op. Weghalen nu. Ja, nee. Wat een fout hier. En dan is het dan toch 2-1. Het mocht niet zo zijn. We hebben wel doelen weten te maken, maar we hebben de club niet weten te redden op een gelijkspel. Het bleef. Het werd het eigenlijk nog 2-1. En um, ja, dat gaat we weer even nu. De laatste wedstrijd tegen Kiel Marnok. Hier zien we het, het lijkt op de twee Fokker Hopelijk 90 minuten in actie gaan zien voor NAC. Succes Wesley, we rekenen op je. Tegen nou mij, we zetten alsof op de laatste interland eeuw geleden is. We hebben nog geen één interlandse gespeeld. Maar we gaan het zien, wat we gaan doen. Deze, tegen, tegen deze tegenstander met een vol uh, 90 minuten spelen. Even een paar dingen selecteren, we gaan bijvoorbeeld met een 75 algemeen. Oh, dat is zo meteen later in deze aflevering. Um, ik wou iets bekijken, ja, ik wou kijken hoe, hoe, hoe oud ik uh, eigenlijk was. De leeftijd was ook 18. Ja, dat is nog uh, vrij jong. Instellingen. Ik wou, even iets, ik wou even iets lager zetten. Toen ben een beetje wennen aan een nieuw game, dus vandaar. Um, ja, We gaan, dus, we gaan de, onze eerste wedstrijd 90 minuten spelen. Dat moet toch uh, gaan lukken? In ieder geval dan ga ik er wel een beetje van uit. Hier uh, komt er een kans nu voor de tegenpartij, dat moeten we zien te voorkomen. Ik zit ondertussen een beetje op mijn andere telefoon te kijken. Ik heb gisteren natuurlijk gebold, dus ik heb allemaal video's gedeeld en er wordt even massaal op gereageerd. En dus vandaar. Maar het is nog steeds 0-0, dat is wel één ding uh, wat ik zeker weet. En nu komen voorsprong, kijk 2-1 voor, uh, voor NAC, dat is mooi. Dan komt er de volgende kans aan voor een uh, eventuele 2-0. En ja, wij mogen hem maken. Prachtige gedaan van afstand. 2-0. En Wesley Fokker mag hem op zijn naam zetten. Zijn tweede in twee wedstrijden achter elkaar. 86 minuut ondertussen. Of steeds die 2-0 voorsprong. Wordt het dan nog 3-0? Nee. En dan uh, komt er nog een kans aan voor Kilmarok. Kilmarok. Om op een uh, 2-1 voorsprong te komen. Of een 2-1 te komen, niet voorsprong, want wij hebben nog steeds de voorsprong. En de redding uiteindelijk van de doelman. En dan is het klaar. Winnen wij met 2-0. Gaan we het goed gevoel naar die eerste wedstrijd in de Eredivisie? Die is, als ik het goed heb, tegen Sparta of niet? Nee, tegen Az. Dat wordt gelijk lastige voor NAC. De eerste wedstrijd in de Eredivisie is tegen Az Alkmaar. En wij gaan onze eerste wedstrijd te spelen tegen Az. Wordt lastig. Zeer, zeer lastig. Kijken we kunnen al wat we bij de winkel doen. Ik ga een PR cursus volgen. Geen idee wat het voor ons beter maakt. Maar ik doe het gewoon. Um, en nu de wedstrijd tegen NAC. Eerst even een trainingtje. En dan de wedstrijd tegen NAC. Fokker kan ze een goede pre-seizoen vorm in de Eredivisie gebruiken. Want de speler staat op het punt te spelen tegen AZ. Hopen op een goed begin. Hopen op een goed debuut. Mensen zijn positief. Wij zijn positief. We willen winnen. We willen zelfs scoren in deze wedstrijd. In de eerste wedstrijd in de Eredivisie. In de Eredivisie of een goede paas. Hier zien we het in de... Ja, video, versnelde video voorbij komen. Dus de trainer hangt het, of de assistent trainer hangt de, de opstelling op. En ja, onze concurrent is uit selectie gehaald en wij, hij je hier juist teleurgesteld en wij zijn er dan voor hem ingezet. En uh, ja, we gaan kijken of wij dat kunnen doen, of we het goed kunnen doen op die plek. We gaan beginnen, let's go. Onze eerste 90 minuten in de wedstrijd, onze eerste 90 minuten in de Eredivisie kan ik beter zeggen. Want we hebben natuurlijk al in de verschappelijke toernooi 90 minuten gespeeld. Maar nu voor het eerst 90 minuten in de Eredivisie. Tegen AZ ook dat nog. Een lastige tegenstander. En AZ is ook de ploeg die voor het eerst nu eruit komt. Zeefuik, zeefuik. Oppassen nu. Zeefuik, zeefuik. En een doelpunt gelijk vroeg in de wedstrijd. 1-0 AZ. Volgende kans komt er weer aan van AZ. 23 ste minuut. Wordt er oppassen. En de redding. Goed. Van de doelman van AZ. 27e minuut weer, AZ met een AVL, Meinhans. Ieder bal voor uh, AZ weer. En, uh, met de hoekschop, 34 e minuut. Belich. Gekopt in de handen van uh, de doelman, goed gedaan. Nu een aanval voor Nak eigenlijk. In de 36 e minuut komt er misschien hier een kans uit de vrije trap van den bos. Nee, hij raakt de bal kwijt. Nu weer aan zet. De eerste helft. AZ is gewoon nog steeds sterker in deze eerste helft. We hopen dat wij de tweede helft wakker kunnen gaan worden. Best wel hoog over. Tussen tweede helft begonnen. Avel is voor Nak. Wordt begin, begin de tweede helft dan goed, zou je zeggen? Ja. Omersson. Omersson geeft aan voor Fokker. En die mag hem dan maken. Wij schieten weer een gelijkmaker binnen. 1-1. Oké, okay, makkelijker ga je ze niet maken. Maar je moet ze maken. Je moet ze wel maken. En we doen het. 1-1. Wesley Fokker met zijn doelpunt. Wij mogen hem maken. Fernandes. Nak wil richting een 2-1. Luiz 60 nu weer de aanval voor Azet. Kuipers. Nog steeds Kuipers. We blijft lang aan de bal. Zeefuik en onderschept eigenlijk door Nak. Nu de aanval. Kuipers. Fokker. Goed. Fokker, goede paas. Omerson. Dan moeten we hier weer een kans vallen voor 2-1. Terug naar Fokker. Nee, dat is net niet goed gegaan. Laatste 20 minuten. Nog steeds 1-1. De hoekschop nu voor Azet. Dieter minuten, nu weer een kans voor Nac Breda. Omerson wordt weggestuurd. Omerson moet zelf gaan doen. Omerson doet het zelf. 2-1 voor Nac. Nac staat voor tegen AZ. Wat een stunt is dit zeggen. De eerste wedstrijd in eredivisie. Onze debuut. Weten we dan te scoren en ook nog gescoord te hebben? Dat zou toch heel erg mooi zijn. Het lijkt er voor ons nog wel. We hebben nog 5 minuten op de klok. 2-1 voor Nac Breda. En verdedigend gaat het goed bij Nac. En het blijft 2-1. We winnen met 2-1 van de AZ. We winnen onze eerste eredivisie-wedstrijd. Eredivisie en we hebben gescoord. Kijk ons vrolijk zijn. We gaan door naar de volgende wedstrijd. Die is volgens mij tegen Pexolle. Als ik het uit, uit mijn hoofd goed heb, jazeker. De uiterstrijd tegen NAC is de volgende tegenstander die we gaan treffen. De, de uiterstrijd met NAC. tegen Pexolle gaan wij dus krijgen. En um, deze video is tot zijn einde gekomen. Morgen hebben jullie de. Ruud Gullit, Manager Career Queer Mode. Dus ik zeg, houd het kanaal in de gaten. Als je dat niet wil missen, dan zeg ik dank voor het kijken. En uh, ja, later. Doei doei.